Blokken Gamers en welkom bij deze uitlegvideo. Zoals jullie misschien wel weten, stream ik tegenwoordig ook op Twitch. En op Twitch ja, zijn er natuurlijk veel minder kijkers dan op YouTube. Dus ik zat zo bij mezelf te denken, zal ik eens eventjes een uitlegvideo maken over Twitch? Ik heb natuurlijk, vorige week heb ik gevraagd of, nee, dat ging anders. Ik was namelijk Farming Simulator 17 multiplayer aan het livestreamen op Twitch. En we hadden gewoon iets van, in het begin hadden we iets van 80 kijkers. Nou, hartstikke leuk, mensen die deden gezellig mee. Het was ook heel gezellig. En op een gegeven moment, ik zat te denken, ja, ik moet eigenlijk wel eventjes een video maken dat ik live ben op Twitch. Nou, nadat ik die video heb gemaakt, gingen we niet van 80 kijkers, gingen we in één keer naar 190 kijkers. Dus heel veel mensen die wisten niet dat ik live ben op Twitch. Ook vandaar deze video. In deze video wil ik jullie een beetje uitleggen wanneer ik op Twitch ga, hoe Twitch eruit ziet, hoe je een account aanmaakt en dergelijke. Dus, laten we maar gauw beginnen. Ik zal heel eventjes switchen tussen een scherm, want dit is de homepagina van Twitch, zoals je ziet. Ik zit nu in fullscreen, dus ik heb op F11 gedrukt, zodat je in fullscreen bent. Wat je eigenlijk doet, nou, zoals je hier ziet, ben ik natuurlijk ingelogd. Dat betekent natuurlijk dat ik in ben gelogd en ik kan gewoon alles doen wat ik wil. Want als je namelijk wilt chatten op Twitch, heb je eventjes een account nodig. Dat account maken, dat is geheel gratis, kost helemaal niks. En nadat je dat account hebt gemaakt, dan kun je gewoon eigenlijk naar mijn kanaal. Ja, er staan voor jullie www.twitch.tv/blokkiegames. Dan kun je gewoon intikken. En eigenlijk is dat alles. Nou, dit is dus eigenlijk hoe jullie dan de stream gaan kijken. Nu ben ik natuurlijk offline, zoals je ziet. Maar als ik live ben, dan zie je hier dus op het grote scherm waar stream offline bent. Daar ben ik gewoon aan het livestreamen. Je hebt hier aan de rechterkant, ik zal mezelf heel eventjes naar links verplaatsen. Je hebt hier aan de rechterkant, heb je de chat. Bijvoorbeeld uitroeptekens. Nightbot, die doet eigenlijk exact hetzelfde. Hallo Lars, daar kun je gewoon alles typen wat je wil of uitroepteken info. Dat werkt ook allemaal. Dat is eigenlijk hetzelfde als YouTube. Goed, mocht je dan willen volgen, ik kan natuurlijk niet op mezelf volgen, dus ik ga eventjes naar een ander kanaal. Gaan we eventjes naar Jelmersen kanaal toe. Als je dus hier bovenin kijkt, hier heb je een knop met volgen. Nou, dat is natuurlijk logisch. Dan druk je op volgen, dat is geheel gratis, nou volg ik hem. En als je die ook eventjes aanzet, dan krijg je elke keer een melding wanneer ik dus live ben op Twitch. Dus mocht je nog niet gevolgd hebben, je ziet dus dit voor je, je klikt op volgen en dan zet je deze notifications zet je aan naar rechts, zodat je geen enkele livestream meer hoeft te missen. En ben ik live en je gaat daarna volgen, dan komt je naam ook in beeld. Er staat hier ook gewoon quack, bedankt voor volgen, diegene die dan volgt. Dat is dus eigenlijk de main feature wat je met Twitch hebt, want alles wat ik op Twitch vertelt, horen jullie 10 seconden later. Alles wat ik vertel op YouTube, horen jullie een minuut later. En zoals je net ook al zag, Nightbot die is wel, ik weet niet hoe snel met reageren. Veel sneller dan op YouTube. En dan heb je hier beneden, heb je ook nog allemaal knoppen. Nou, dan heb je bijvoorbeeld, wie ben ik? Nou, dan zeg ik een wie ik ben en wat ik doe en dergelijke. Je hebt je YouTube, als je dan op YouTube klikt, op de knop YouTube, dan ga je automatisch naar mijn YouTube kanaal, zoals je ziet. Dus dan gaan we eventjes terug. Dan moeten we eventjes F11 en dan kan die weg. En dit is eigenlijk gewoon alles zoals het ook op YouTube staat. Dit is eigenlijk zeg maar de beschrijving van het kanaal. Wat ook op YouTube staat, wat je als beschrijving kent, is dit eigenlijk op Twitch. En dan heb je hier bijvoorbeeld een knop doneren. Klik je op doneren, word je doorgeleid naar de donatie. En dat werkt dus ook exact hetzelfde als op YouTube. Is helemaal niet moeilijk. Eigenlijk is dit eigenlijk alles een beetje hoe Twitch werkt. Meer heb je eigenlijk niet. Als ik heel eerlijk ben, dit is alles. Het is helemaal niet moeilijk. En wanneer ik nou live ga op Twitch, dat zal ik jullie ook direct eventjes vertellen. Ook gewoon om 7:30, wat normaal ook altijd gesproken is. Als ik op YouTube live ga, ben ik ook om 7:30 live op Twitch. Tegenwoordig, dus wat ik nou wil is vrijdagavond en zaterdagavond wil ik live op Twitch. En dan zijn we dus zondag, maandag en dinsdag zijn we gewoon live op YouTube. Mocht jij bijvoorbeeld de stream hebben gemist hier op Twitch, dat kan natuurlijk gebeuren. Dan ga je gewoon bijvoorbeeld hier, middagje farmen, dan klik je daarop. En dan word je doorgeleid naar de stream. En die kun je ongeveer na een
maandje wordt alles verwijderd. En hier kun je gewoon alles lekker terugkijken. Kijk, zoals hier staat koning Gjalt, bedankt voor het volgen. Hashtag quack. Als je dan volgt, dan komt dat gewoon in beeld. En hier heb je eigenlijk nog verschillende andere livestreams die ik heb gedaan. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En populair, nou, dat zijn allemaal voor andere YouTubers of andere streamers. Dat heb ik natuurlijk nodig. Maar dit is eigenlijk mijn streams die ik allemaal heb gedaan. Die je gewoon terug kunt kijken. Na een maand worden ze vanzelf verwijderd. En je ziet dus ook aan de rechterkant dat alles wat er wordt gezegd in de chat, dat het ook gewoon exact hetzelfde is. Dus je kunt er gewoon kijken wat iedereen zegt in de chat. Dit is daar niet live, maar je kunt wel de chat helemaal teruglezen wat er allemaal is gezegd. Wat moet ik nog meer vertellen? Wat misschien ook wel een leuk idee is. Ik heb namelijk een eigen Steam groep. Dus dan doen we heel eventjes Steam openen. Dan gaan we eventjes naar bibliotheek. Halen we heel eventjes Steam erbij. Op een keer. Zo, ik heb eigenlijk een eigen Steam groep. Nou, dan ga je naar Steam groepen. En mijn Steam groep heet Blogger Games Fanbase. Elke keer als ik live ga op Twitch, is ook gewoon een evenement. Dan zet ik hier dus neer. Ja, ik ga live op Twitch. En als je dan hier lid bent van de groep, dan krijg je een hele goede melding van ik ben live op Twitch. Heel handig natuurlijk. Eigenlijk is dat alles wat je moet weten van Twitch. Meer is het gewoon niet. Het is hartstikke makkelijk. Het kost niks. Het is gratis. Het volgen is gratis. Het account maken is gratis. Het werkt exact hetzelfde als YouTube. Alleen het werkt wat prettiger voor mij. En ook voor jullie, omdat de interactie 3 maal beter is. Omdat alles wat ik zeg op Twitch, horen jullie 10 seconden later. En alles wat ik op YouTube zeg, horen jullie een minuut later. Dit is dus eigenlijk een beetje hoe Twitch eruit ziet. Dat betekent dus dat ik elke vrijdag en zaterdag om 7:30 live ga met Twitch. Elke game ga ik spelen, behalve Farming Simulator 17 Thought and Farm. Want die wil ik gewoon houden op YouTube. Hopelijk hebben jullie een beetje gehad aan deze video. Dus ik hoop dat ik jullie ook allemaal bij de Twitch livestream zie. Het is helemaal niet moeilijk. Eventjes een account te maken. Gratis. Volgen is gratis. En dan hoef je geen enkele stream meer te missen op Twitch. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Mochten er vragen zijn over Twitch, laat het eventjes weten in de reacties hier beneden. En dan hoop ik dat ik jou de volgende keer zie bij een gloednieuwe stream Twitch. Een stream op Twitch. Dat moest ik zeggen. Kalm!